Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op donderdag 19 september. Er trekken wolkenvelden over het land. En vooral in de westelijke provincies kan vanochtend nog een spatje regen vallen. Maar geleidelijk aan breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 8 en 12 graden. Maar stijgt uiteindelijk vanmiddag naar zo'n 17 graden in het noorden. En in het zuiden kan het lokaal 18 graden worden. De zon die komt dan ook wat vaker tevoorschijn. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond klaart het breed op. En als de zon ondergaat gaat Is het een graad of 13. Vannacht kan het in het binnenland afkoelen naar zo'n 2 tot 5 graden. En lokaal kan het dan ook mistig worden. En morgenochtend beginnen we dan ook in het binnenland hier en daar met mist. Maar geleidelijk aan breekt op steeds meer plaatsen de zon door en smiddags wordt het 17 tot 21 graden. Alleen in het noorden van het land kan de bewolking wat hardnekkig zijn en mogelijk valt daar ook nog een spatje regen. Zaterdag ziet er prima uit voor de mensen die van zon houden. Het wordt een stralende dag met temperaturen in de middag tussen de 20 en de 26 graden. En ook zondag begint de dag nog zonnig, maar in de lopende dag neemt wel vanuit het zuidwesten de bewolking toe en vooral in de avond kunnen er een paar buien vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.